regels komen rustig op het internet. Ik ga ze nu niet allemaal voorlezen. Maar er zijn een hoop vragen over. Ik zal eventjes de hoofdlijnen eruit halen. Maar eerst wil ik even zeggen dus dat in mijn visie de absolute top van het kickboksen in deze gewichtklasse hier zit. Een paar sterke jongens in het toernooi ook, die stand-by zullen staan. Assis Kalla is aangewezen als de eerste reservegevechter. Zoals jullie gezien hebben, is het een harde, gevaarlijke sport. Vooral op dit niveau. Mocht er iemand voor langer dan 2 maanden geblesseerd raken, dan stapt Assis naar voren. Verder verheugd bij jullie te mogen mededelen dat iedereen opnieuw getekend heeft. Dus iedereen zijn contract is opengebroken, zeker verbeterd, verlengd. Dus jullie zijn voorlopig nog niet van deze mannen af. Dus die blijven bij jullie voorschotelen bij een fusion. En nogmaals, in mijn ogen is die de toekomst van het kickboksen. Ja, als die heren tegen elkaar vechten, hebben we een puntensysteem. Iedereen komt elkaar een keer tegen. Win je, zoals daarboven staat, op knock-out, heb je 4 punten. Win je alleen op punten 3 na een extra ronde, maakt het niet uit of het KO is of punten ook 3. Verlies je na een extra ronde, krijg je 2 punten. Verlies je op punten 1 en verlies je op KO, heb je helemaal geen punt. 5 keer heb je dus de kans, dat iedereen komt elkaar een keer tegen, om punten te vergaren. Degene die het hoogste eindigt, heeft de meeste punten, krijgt de hoogste bonus uitbetaald en krijgt contractueel een verhoging het jaar daarop. Dus dit is een systeem wat echt heel eerlijk is. Iedereen komt elkaar tegen. We proberen zelfs 8 weken rust daarvoor te hebben, dus dat iedereen zich optimaal kan voorbereiden en komt elkaar vers, fris tegen op die avond. Ik laat ze even achter me staan, zodat jullie terwijl ik praat kunnen lezen. Als er straks echt specifieke vragen zijn over de regels, wil ik die graag beantwoorden. Maar het gaat wat ver om nu echt alles voor te lezen. Het is een nieuw systeem. Het is eigenlijk onlangs uitgedacht, ook een beetje naar aanleiding van de viermanstoernooi. Omdat natuurlijk waren de klachten dat mensen zeiden, ja, Nordin en Mo hebben een zwaardere tegenstander gehad dan Typhoon. Ik weet niet hoe het is, is het. We gaan nu, iedereen heeft gelijke kansen, we gaan opnieuw beginnen. 3 mensen erbij gehaald die waardig zijn en allemaal voor een verrassing kunnen zorgen op dit niveau. En ja, ik denk dat het gewoon elk gevecht de finale wordt hier. En ik kijk er zelf heel erg naar uit. Zijn er vragen over de regels? Als er vragen zijn, kun je even hier naar voren komen. Daar is een microfoon. Kom je ook gelijk op beeld. Dan word je beroemd, net als ik. En dan kun je een hele dikke auto rijden. Kom maar. Die ik nog af moet betalen. Ja, in de microfoon. Stel je vragen maar. Als een van de vechters eruit gaat en Typhoon komt erin, gaat hij dan verder met zijn punten of begint hij op 0 punten? Nee, hij neemt zijn punten over en hoe dat financieel afgedeeld wordt, dat bepaalt de Fusion. Dat hangt vanaf hoe ver ze in het toernooi zitten. Hij gaat verder op die punten waar de ander mee gestopt is. Dus dat kan vroeg in het seizoen of laat in het seizoen gebeuren. Het is nu nog te vroeg om te zeggen hoe dat in zijn werk gaat, maar hij neemt zijn aantal punten over. En over de financiën wordt een afspraak gemaakt. Is je vraag beantwoord? Ja, dankjewel. Je kunt gewoon naar voren lopen, daar staat de microfoon als je vragen hebt. Straks is voor iedereen de gelegenheid. Dit is puur even over de regels. Omdat dit natuurlijk een nieuw systeem is van Fusion. Nou, ik ben blij dat het erg duidelijk is. Ja, dan neem ik aan dat jullie een hoop vragen zullen hebben aan de jongens zelf. Goedemiddag. Ah, kijk, je hebt je eigen camera meegenomen. Ja, tuurlijk. Heel goed. Mogen de vechters ook op een andere gala vechten, zoals op Kunlun? Nee, normaal mag dat altijd bij ons. Ik zal uitleggen waarom dat nu niet kan. Je hebt net de promoters gezien. Die heren nemen een enorm risico met deze vechters hier neer te zetten.
De vechters hebben verbeterde contracten gehad en zij mogen niet ergens anders vechten vanwege het risico blessures en knockouts. Ons seizoen begint in september, eindigt in mei, zeker juni. Moeten we even kijken of er nog iets in te halen valt. Want zoals je ziet, trek je je terug voor een blessure of iets anders, krijg je een minpunt en wordt de partij elders gevochten. Ben je klaar met de league het seizoen, dan zijn de vechters vrij om onder de vlag van Enfusion bij andere organisaties voor de hoofdprijs te vechten. Duidelijk, dank u. Want het gaat over een hoofdprijs van? Het is een totaalbedrag wat verdeeld gaat worden over de vechters. Er is een prijzenpot en een startbedrag. Dus om iedereen professioneel te laten kunnen trainen, heeft iedereen een garantiebedrag waar ze voor starten. Ja. En aan het eind van de rit wordt er een bonusbedrag verdeeld. En als je dat allemaal bij elkaar optelt, dan komt het neer op €200.000 wat verdeeld gaat worden onder deze 6, misschien 7, als je ze bijvoorbeeld vechters. €200.000. Ja. Ja. Dan moet ik een maand voor werken, dat is een hoop geld, jongens. ik maak een grap, hè. Volgende! Ook even de camera mee. Ik denk, ik laat die grappen maar eerst praten. Nee, maar stop. Andere grappen maken, hoe kunnen we er in het huis? Ik heb vandaag natuurlijk even een paar vraagjes voor deze league speciaal een beetje nog... Gaat het over de reglementen of loop je alweer een stapje vooruit? Loop ik alweer een stap vooruit, joh. Doe dat maar. Ja. Mag ik een stap vooruit lopen? Ja, doe dat. Dankjewel. ik heb in ieder geval... even kijken hoor. De vragen moeten uit je hoofd, hè? Je mag niet voorlezen. Ik heb lage scholing gehad. Heel goed, ik ook. even kijken. Ik heb, laat maar zeggen, eerste vraag voor alle vechters is het eigenlijk. Van, jullie gaan nu een league vechten die vrij uniek is. En laat maar zeggen, ik ben eigenlijk benieuwd hoe je daar fit voor blijft en blessurevrij en zo. Wat ga je daaraan doen? Zou je die vraag in het Engels kunnen stellen, alsjeblieft? So, I feel we're worried right over the prickle rate. Okay, this is, a league that's very unique to fight. And how are you going to stay free of injuries and going to stay fit for every tournament you have to fight? Ik dacht dat het niet stoort, man. Alle talen, weet je, ik heb halve betalen. Vraag je dit? Eigenlijk gewoon aan de vechters. Misschien is iemand het woord, je noemt het antwoord in het Spaans, dat weet je. Misschien dat iemand kan. Finny, maybe you can repeat for the. In English. In English, ask the questions. In Liverpool English. Repeat the question for you. You are listening, of course, huh? Yeah. You are listening? One second. Say it again. It's a very big league. It's new, you know, it's unique. So my question to the fighters is, how do they stay free of injury and get fit and stay fit? So first Chris and Jura. Chris, the gentleman's asking how you're going to stay fit between the fights. And are you going to... you know, are you going to be okay between the fights, you know, like a tournament? Ja, je weet nooit wat er kan gebeuren. Ja, gewoon fit blijven, trainen, veel baklava. Je weet nooit, maar blijf gewoon fit. We gaan kijken. Dank je. Virginia? Zoals Edwin zegt, zit er 8 weken tussen elke partij. Dus je hebt voldoende tijd om te herstellen. Gewoon probeer zo optimaal en zo fit mogelijk te zijn. Dank je. Mr. Benmo? Hetzelfde voor mij. Gewoon hard trainen, op tijd gaan slapen. Gezond eten en kleine blessures ineens oplossen. Goed.
Ja, je moet er eigenlijk gewoon voor zorgen dat je elke partij geen 3 rondes uit hoeft te vechten. I'm very happy for this opportunity and I training very hard and I ready, yes. Thanks very much. Eén laatste vraagje. Die is deze keer voor de counters. Het zijn natuurlijk allemaal toppers die geselecteerd zijn. En waarom denk jij dat jij gaat winnen? Dat je de beste bent? Of dat je gewoon, je weet toch? Ik weet toch. Ik heb afgelopen half jaar 11 wedstrijden gevochten. Ik heb elke wedstrijd laten zien dat ik gevaar ben voor iedereen. Maar niet uit de gewicht staan. Ook agressief. Ik heb wel daar om mijn tegenstander pijn te doen. Dus ik denk dat elke vechter het moeilijk met mij gaat krijgen, maar niet uit wie je bent. Bedankt voor je fijne vraag, was het te gek. Er zijn nog meer mensen die dit willen doen. Vragen, loop naar de microfoon toe als het gaat vragen voor de vechters. Ja, goeiedag. Sol Halari van Combat Point. Eerst een aanvraag aan Edwin. Dit is een nieuw concept die jullie gaan toepassen. Wie is de beste van 6 in principe? 8 weken tijd voorbereiding. Ga je dit concept naar een andere gewichtsklasse ook door laten vloeien of blijft het bij dit? Ja, we starten nu, dat is een goede vraag. In september starten we met de 72,5. Dan het jaar erop willen we met de 85 kilo starten. De mannen waar het daarom gaat draaien, hopen we, is Ibrahim Moustati en Mark de Bonte. En de andere mannen die gaan voorrondes moeten vechten om zich te kunnen plaatsen voor die 85. Dus er gaan in Fusion Gala's komen, Kickboxing Talents Gala's, waar 4-mans of 8-mans toernooien komen en waar entree plaatsen voor de league te winnen zijn. Dat gaat in Nederland gebeuren, in België, maar ook in Spanje, Tsjechië, in meerdere steden in Europa. En we zijn aan het praten ook met Japan om een voorronde te houden. De tweede league die we gaan doen is 67. Ik ben heel erg geïnteresseerd in onze eigen man Ilias Boulaïta. Dan hebben we Fabio Pinko waar we mee gaan tekenen deze week. Is in mijn ogen de grootste naam uit Frankrijk. En we hebben een paar hele grote talenten, waaronder Dido Fortes, die een kans in de voorronde krijgen om zich te plaatsen. Maar er zijn heel veel sterke jongens die interesse hebben om aan die leagues mee te doen. Ik weet niet wie 3, maar je mag naar voren komen dan. Oké, had jij nog een vraag? Ja, ik heb nog veel vragen. De wereldwijde expansie die jullie nastreven, zoals ik net eigenlijk hoor. In hoeverre zijn jullie aan het voorbereiden om de Noord-Amerikaanse markt te benaderen? Zijn daar plannen voor of focussen jullie voornamelijk op Europa en Azië? Qua organiseren heb ik daar geen plannen nog, ook geen ambities. Misschien kan dat veranderen in de toekomst. Qua exposure is er een partij geïnteresseerd om alle internetrechten voor Noord-Amerika te kopen in heel Noord-Amerika. Dus Canada, Verenigde Staten en een deel van Midden-Amerika. Maar dat zijn onderhandelingen die net gestart zijn. Maar we hebben geen ambities als Glory voorlopig om op Amerikaanse bodem te organiseren.